Hallo, ik ben Ellen van de Facebookgroep Mixed Media Tags en Art Journal. En ik kreeg vandaag bij ons in de groep de vraag van Ellen, heb jij ook de metallic kleuren van de brusho's? En werken die hetzelfde als de gewone brusho's? Ja, die heb ik. En ik dacht, als ik daar nu meteen een filmpje van maak, dan hoef ik het ook maar één keer uit te leggen. Zo werkt het bij ons op de groep. Je komt met een vraag en er wordt een filmpje van gemaakt en het wordt uitgelegd. En ik heb dit dus ook niet voorbereid. Ik heb gewoon mijn spulletjes gepakt en ik ga kijken hoe ik dat het beste uit kan leggen. En ik kom uit Limburg en daar noemen we dat aanpongelen. Wat is aanpongelen? Je bent lekker creatief bezig zonder vooropgesteld plan of zonder van tevoren te denken, oh, ik ga dit doen en met een netjes gemanicureerde handjes. Ik heb de verf van gisteren mijn knutseldingen er nog op zitten. Aanpongelen is heerlijk bezig zijn. Doen waar je zin in hebt met materialen. Hoe dat je er zin in hebt. En vaak gebruik ik materialen niet eens waar ze voor bedoeld zijn. En daar krijg je de leukste effecten en de leukste werkstukken van. En je kunt dus ook niks fout doen. Want je bent gewoon lekker aan het aanpongelen. En bij ons in de groep is het inderdaad al echt het woord van het jaar geworden. Dus ik zou zeggen, kom eens bij ons in de groep kijken en pongel lekker mee aan. De gewone brusho's ga ik niet meer uitleggen, want die kun je in een ander filmpje van mij zien. Volgens mij heb ik er zelfs 2 of 3 van gemaakt. Maar de Sprinkle It, dat zijn 3 metaalkleuren. Zeg ik dat goed? Het zijn 2 metaalkleuren. Ik zal die even uitleggen. De ene kleur is Iridescent Flash. En ik zal gelijk het potje openmaken. Ik heb ze nummers gegeven omdat ik ze anders kwijt ben op mijn groep. Oh. Nou. Iridescent Flash. En dan hebben we Violet. Iridescent Violet. Die lijkt nou wit met het. Er zit een andere kleur Shine over. Dit is de Iridescent Gold. En ik ga het dadelijk op wit papier en op zwart papier laten zien. Dan zie je het beste. Hier ben ik helemaal verliefd op. Dit is de Pearl. Dit is meer een poeder. Dit maakt een hele mooie shine van. De Copper is ook meer een poeder. En de Gold is ook meer een poeder. Ik ga ze eerst in dit bakje doen. En ik doe dat altijd zo, zodat ik straks weet welke ik waarin heb gehad. En dan kan ik ze ook gemakkelijker weer opnieuw gebruiken. De normale brusho's doe ik altijd alleen via het pennetje. Ik doe een pennetje in, in de bovenkant, zodat het poeder niet alle kanten op mikt. Dus dat bij deze niet echt helemaal nodig. Maar Iridescent Flash. Deze lost niet echt op. Die blijft een beetje boven erop liggen. Vermengt zich wel met het water, maar het lost niet echt op. Oh, dit heb ik ontdekt. Dat is heel raar, maar het werkt wel. Dan komt er ineens uit. Slaat nergens op, maar het werkt wel. Ook weer aangepommeld. 1, 2, 3, Iridescent Gold. Ik ga het een beetje groter maken, ben ik in beeld. Ja. Je kunt ook zien dat mijn spullen daadwerkelijk gebruikt worden, want aan de andere kant overal zit van alles nog wat onder. Maar dit is gewoon een flesje van de lenzenvloeistof. Daar heb ik water in gedaan. Gewoon omdat het niet zo sprietst als een flesje. Als zoiets. Weet wel wat ik bedoel, hè? Pearl. Koper.
goot. Koper, goud en pearl kun je ook gebruiken om in te kleuren, om te gebruiken als waterverf, zal ik zeggen. Met die andere drie is dat niet zo het geval, maar dat kun je ook meteen zien aan het spul wat erin zit. Kijk, en deze bleef ook aan de onderkant zitten. Dit is meer poeder en dit is wat grover. Zet deze even hier neer. Ik werk regelmatig in een oud sprookjesboek waar ik de bladzijden van elkaar heb geplakt. En daar maak ik dan een soort art journal van. En bij deze had ik aan de ene kant al met zwarte gesso gedaan. Dus ik dacht, hier kan ik het misschien makkelijk op laten zien. Dacht ik, zo. Zodat je kunt zien wat het doet. Even kijken, dit is de flash. Ik zal deze weer pakken. En is dat eigenlijk wel te zien? Ja. Die geeft een bling-bling effect. Ik zal met witte stift, als ik hem kan vinden, even de nummers erbij zetten. Maak ik straks alweer een of andere pagina aan. 1, 2, is de violet. Straks even laten drogen, is misschien wel beter te zien. 3 is de gold. Wat deze eerste drie eigenlijk voornamelijk doen, is, zit een glitter in. En bij de ene is die wat groenig. En bij de tweede is die wat meer paars. En bij de derde is die wat meer goud. Dit is de pearl. Geeft een hele mooie parelmoerglans. Kijk dat mijn kwastje ook goed schoon is. Ik heb net buiten beeld een bekertje met water staan. Koppig. En goed. En het is natuurlijk logisch, hoe minder water je erbij doet, hoe intenser de kleur wordt. Om die te drogen met mijn heat tool. Je kunt deze dus ook puur gebruiken. Je hoeft natuurlijk niet per se water bij te doen. Ik zal het ook met wat stempels laten zien. Dit is eigenlijk ook heel erg leuk. Want het werkt dus echt heel anders dan de gewone brushpoeders. Waar die echt een explosie van kleur geven in verschillende gradaties. En verschillende kleuren in één potje. Ik krijg hier echt één kleurtje. Wil je een beetje droog deppen, anders zijn jullie even drie kwartier aan het kijken naar iemand die aan het filmen is. Dan moet je natuurlijk ook geen kleur.
goed erop kan laten schijnen. Want dat en ik mijn hele bakje niet omstoot. Kijk, die eerste die is echt vooral groen. En in die tweede zie je echt dat paarse. En die derde is voornamelijk dat goud. En onderin zijn echte metaalkleuren. Misschien niet helemaal jippie te zien, maar neem het maar even van me aan. Waar ik deze metaalkleuren heel graag voor gebruik. Ik geloof dat die hierin zit. Even kijken. Hier heb ik de flash gebruikt op de staart van de Zimmerman. Kijk. Deze leeuw heb ik gekleurd met de metaalkleuren van Brussel. Dus dit koper en het goud en het brons heb ik hier gebruikt. Je ziet ook echt die mooie shine die erop zit. Ik vind hem echt geweldig om mee te kleuren. Vooral dit soort afbeeldingen. Nou, ik zat hier ook nog op laten zien. Ja, dat lijkt me wel duidelijk. Even kijken of ik zwart papier kan vinden. Maar daar is het het beste op te zien. Even kijken. Nou heb ik ontdekt dat de stempeltje. Dat de flashkleuren, de eerste drie kleuren, werken het beste met Versamark. Dus daar zal ik eerst even mee doen om het te laten zien. En die andere gaat beter met gewone inkt. Even kijken, dan zal ik ook weer op nummer houden. 1. Versamark is een soort doorzichtige inkt of een heel dun lijmlaagje. Dat kan ook. Dus maar hoe dat je het wil noemen. Ben er nog een beeld? Ja. Normaal gebruik ik mijn stempelhulp, maar daar heb ik gewoon even geen zin in. Ja, nummer 1. Een beetje flash. Sprinkle het iridescent flash eroverheen. En dan heel zachtjes met je kwastje eroverheen. En dan zie je dat hij alleen hecht waar de pakt hij natuurlijk niet scherp, waar de afbeelding zit. Had iets beter mogen pakken, maar dat doet hij nu natuurlijk niet. Dat is 1. Je zult dadelijk zien dat de metaalkleuren, dat veel beter gaat. Ik had eigenlijk ook verwacht dat deze beter zou pakken. Dus waarom dat hij dat vandaag niet wil, is waarschijnlijk omdat ik aan het filmen ben. De violet. Hier even de andere kleur uithalen. Nadeel van aanpongelen is dat het meestal beter gaat als je niet dat filmen bent. Ik ben
Omdat het niet goed te zien is. Maar ja, ik zal het er helaas mee moeten doen. Want het gaat even niet anders. Even kijken. Nummer 3. Je kunt er elke stempel voor gebruiken die je wil. Hè? Dit kleurt trouwens een keer leuk over waterverf heen. Ja, 1, 2, 3. Dit werkt niet als embossingpoeder. Je kunt het niet verhitten dat het blijft. Dat het smelt. En hier, dit is de goud. In een 8-gel pagina geeft het echt een heel erg leuk effect. Dan draai ik hem even om. Dan haal ik hier de Versamark even vanaf. Van mijn stempeltje. Dan kunnen we wel net zo natuurlijk. En dan droog ik hem even. Met mijn doekje. Deze kleurtjes kun je trouwens gewoon laten drogen. Zo gauw als het water verdampt is, zie je alleen een laagje van het poeder. En zo gauw als je die weer nat maakt, kun je hem gewoon weer gebruiken. Deze drie aan de kant, deze drie naar voren, dit even weg. Here we go, mijn kleur. Ik gebruik archival inkt van Ranger. Gewoon omdat ik die fijn vind werken. Dan hoop ik dat hij in één keer pakt, omdat ik hier net... Je kunt elke kleur inkt gebruiken, want die zie je dadelijk niet meer. Die verdwijnt onder het poeder. Maar ik hoop dat hij pakt, omdat ik nou net Versamark erop heb gehad. Ik ga er even vanuit van wel. Ja, normaal doe ik dat ook netjes op een stempelblok. Maar ik kon hem zo 1, 2, 3 niet vinden. En ik had er geen zin in. Dus ik denk, ik doe hem gewoon even op zijn aanpommels. Nummer 4. Pearl. Voorzichtig erin. Zie je, dat is heel ander poeder. Dat zie je ook gelijk opkomen. Hier zie je ook alle details van de stempel in naar voren komen. Even goed in alle hoekjes en gaatjes. Pak ik even een borsteltje van de Action, een schone. En dan vegen we de rest eraf. En zo krijg je een afdruk van de Pearl. Die zit ook meteen vast en gefixeerd. Die veeg je er niet meer af. Die zit gewoon helemaal mooi. De kopper. Kopper is echt mijn favoriete kleurtje hiervan. Zo heel erg leuk in steampunk pagina's. Je kunt de laatste drie, de 4, 5, 6, de pearl, copper en gold, kun je ook heel mooi vermengen met lijm. Bijvoorbeeld met de Crea Patch van de Action. Dan heb je meteen een soort gilding wax. Even goed stempelen. Nogmaals, doe dit met een stempelhulp of met een acrylblok of zo. Maar
Dit is gewoon een beetje een aanpongelversie. Koper. Deze zitten er dus niet standaard in, hè? Die heb ik er zelf in gezet. Die veeg je weer in de hele stempel. Leuk is dat, hè? Je ziet hem gewoon lekker al tekenen op nummer. Je haalt hem zo naar voren. En hoe meer poeder dat je gebruikt, hoe heftiger dat de kleur wordt natuurlijk. En als je vindt dat die goed is, dan pak je weer een groter borsteltje en je borstelt de rest er weer af. En dan krijg je een hele mooie koper. Wacht, zit dit heel goed? Hallo, scherp. Dank u. Voilà. En de derde. Kun je zien dat ik hier iets met vet heb geknoeid. Want daar pakt hij dus ook. Terwijl dat hij daar niet had moeten pakken. Maar ik vind het op zich wel een mooi effect. Als dingen niet gaan zoals ze horen te gaan. Maar dat ben ik. Ik hou niet van precies binnen de lijntjes. En alles netjes zoals het hoort. Of zoals iedereen het wil. Of gewoon lekker aanpongelen. Sorry voor het bewegen. Maar mijn camera staat daar nog helemaal. Dus die zetten we weer op. Stempeltje goed aandrukken. Als je een hele mooie grote stempel hebt. Dan is het ook leuk om alle drie de verschillende kleuren poeder erop te doen. Zodat je een stukje zilver, een stukje koper, een stukje goud. Dit is poedergoud. Pennetje weer erin. Zachtjes vegen. De poeder kan uiteraard ook met de Versamark. Maar wat ik heb ontdekt, als ik die met de Versamark doe, dan... Die blijft wat natter dan de inkt. En dat is bij deze niet nodig. En als ik dan eroverheen ga wrijven, dan wrijf ik de stempel uit. En waar ik de stempel uit wrijf, wrijf ik ook het poeder uit. En dan krijg je een hele onduidelijke stempel. En dat vond ik jammer. Vandaar. Je kunt elk soort borstel gebruiken. Hè? Of je veegt er met een doekje over, is ook goed. Werkt ook aan. En dan heb je hem in het goud. En zo zie je dan ook het verschil tussen de drie. Dus koper en goud en zilver. Dus je kunt hem gebruiken als waterverf. Je kunt er met de Crea Patch. Met deze kun je er een soort gilding wax van maken. En je kunt hem gebruiken op stempels. Dus veegvast. Je kunt er gelijk mee gaan werken. Deze werken net iets anders. Het gaat meer om de glitter die erachter zit. Daar heb ik hem ondersteboven gehad, dus dat schiet ook niet op. En dat is zo'n beetje het verschil tussen de gewone brusho's. Tussen de metallic brusho's en de brusho's met kleur. Maar die heb ik in een ander filmpje zitten. En heb je nou zelf vragen over iets, of je wil ergens een filmpje van zien, of je wil iets anders vragen, kom dan eens een kijkje nemen op onze groep. Je mag ook, het is een groep zonder regels, je mag ook gewoon rondkijken en geen dingen delen. We hebben leuke swaps, we hebben leuke challenges waar je aan mee kan doen. En het is gewoon een hele gezellige groep voor beginners en gevorderden en iedereen mag meedoen. En het is gewoon ontzettend gezellig. Dus ik zou zeggen... Kom met ons mee aanpongelen en dan kunnen we mooie dingen gaan maken. Fijne dag!